Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb vandaag iets grappigs bedacht. We hebben hier deze slang, die heb ik jullie al een keertje laten zien. En deze slang ga ik vandaag compleet inpakken in zijdeklei, oftewel de silkklei. Dus die gaat heel erg bont gekleurd worden en dan gaan we het laten drogen. Als je het wilt, dan kun je het er daarna weer afhalen. De slang gaat niet kapot. En ik doe dit gewoon voor de lol om de slang een beetje te verkleden en jullie kunnen erbij zijn. Ik pak steeds een stukje zijdeklei en dat druk ik plat. Dan begin ik hier op een plekje. Ik begin hier bij zijn staart en dan wikkel ik het eromheen. En dan wikkel ik dat steeds verder. Zo, en dan druk ik dat eventjes goed aan. Ik kan dat nog een beetje rollen tussen mijn handen om het er iets mooier uit te laten zien. Dan wordt het een beetje glad. En dan ga ik verder met de volgende kleur. Ik heb blauw en oranje al en nu ga ik verder met groen. En het makkelijkste is als je er een soort smalle strook van maakt, dan kun je het er makkelijk omheen wikkelen. En als het dan een stuk op een plekje kapot gaat, dan kun je het makkelijk weer herstellen. En zoals ik al heb laten zien, gewoon een beetje rollen tussen je handen. Na een hele tijd heb ik de hele slang bedekt met zijdeklei. En ik vind dat hij er eigenlijk best wel mooi uitziet met al die kleurtjes. Voordat je er dan mee speelt, moet je hem goed laten drogen. De zijdeklei die moet namelijk drogen. Dat duurt, als je het er dun omheen gedaan hebt, niet heel erg lang. Ik denk misschien 2 uurtjes. En daarna kun je ermee spelen. En ik heb het ook al gezegd op het begin. Als je wilt, dan kun je dat er gewoon weer afhalen. Het is helemaal niet voor eeuwig of zo. Je kunt het doen zoals je het wilt. Je kunt het natuurlijk ook voor altijd laten zitten. Maar ik vind het er in ieder geval leuk uitzien. Je moet er wel eventjes mee oppassen als je hem laat drogen. Dat je geen dingetjes hebt die aan elkaar vastzitten. Want anders dan blijft het vastplakken. En dan droogt het zo op. Daarom heb ik hem nu eventjes losjes neergelegd. En nu gaat hij dus drogen en dan heb ik een bonte slang. Wat vinden jullie van het idee? Zouden jullie het namaken? Of zouden jullie misschien iets anders doen met zijdeklei? Jullie kunnen dat allemaal laten weten in de reacties. En ja, wat vinden jullie van mijn slang? Als jullie de video leuk vonden, geef me dan een duimpje omhoog ervoor. Of een leuke reactie. En bekijk verder ook onze andere video's. Abonneer op ons kanaal. En tot de volgende keer. Doei!